Hey, kijk eens. Willy Gundy is weer even terug. Ik ben een paar weken geblesseerd geweest. Maar ik heb mijn training weer hervat. En nog wat lichte pijntjes, maar het gaat beter. Na veel van de jongens van Fight Club die zeiden van... Joh, luister, jij hebt ons zo bijna niet gefilmd op Fight Sense. Ik film niet meer zo vaak op de club, dus ze voelden er eigenlijk een beetje, je weet toch, voorbij gelopen. Ja, ik heb de hele week ben ik op de club geweest, heb ik een beetje gefilmd zo. Dus je weet zelf, de dikke vlogs die gaan binnenkort natuurlijk even komen. Maar alsnog, geniet er gewoon van en we gaan het wel zien. Je weet toch, vergeet niet je duimpjes omhoog te zetten als je het leuk vindt. Mag ook duimpjes omlaag, weet je. Maar geef dan een beetje feedback daarbij wat je er niet leuk aan vindt. Want ja, daar kan ik alleen maar van leren, toch? Dus mensen, geniet van de vlog. Eeuwah. Zie je dat? We hebben hier ook les bij een Fight Club. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Het is weer eerste les weer. Het is een hele lange tijd in de ochtend. Dus eeuwah. Hooligan op 70, altijd verraad. Extra combo's. Dat is zo. Je weet het. Kijk, dit is wereldkampioen. Ja, luister, die hebben al een mooi woord. Abdallahoui. Comeback, sniper. Je weet, Mr. Loco. Mr. Loco. Just Lee ook weer in de house. Oké. Nou, dit was de ochtendtraining. Je ziet, iedereen is dood. Dus dankjewel Hafid voor het doodmaken. En nou nog buikies! Omhoog, kom maar. Links, rechts, stoot. Kom maar, Hooligan, 50 keer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, hoe oud bent u? 42. 7. Je ziet er ouder uit. Dit is niet onze oudste lid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ja. Ja, jongens. Ja. Zijn we op de Fightclub 070. De trainer even bekijken. Het blijft griepen, dus al doe je niet mee, je wilt toch altijd komen kijken. Ja, dat zegt die hooligan ook, die is al 3 weken geblesseerd. Iedereen lacht hem uit. Laat maar lekker uitlachen. Hooligan is hooligan, iedereen is op zijn eigen manier zichzelf. En hooligan is zijn zelf. Dus neem hem, laat hem. Hey, jongens, de hooligan 070. Ik kom van weer lastig van. maar dat vind ik niet erg. Want we hebben onze champ hier, de Wolf. Die later op gang is gekomen. Maar jullie hebben het gezien afgelopen zaterdag. Die man kan bakken. En we gaan meer van deze man zien. En blijf hooligan volgen. Want dat is de shit. Dan zie je ook wat allemaal gaat gebeuren in de komende tijd. En hier, kijk jullie eruit. Nog een andere kampioen, kijk eens. Wat er haren in de week. Terminator is coming back to you. Dus volg de flow. Respect. En komt helemaal goed. En wie hebben we erbij? Dimitri. Martin. De Wolf in de hand. And the next generation. Ja. Het is gezien, hè. Ja, jongens, komt u weer. Wie is de jarige Job? Dat ben jij. Ja, Risse, eenjarig. En wat krijg je voor cadeau? Een paar klappen van hooligan erbij. Ik heb een nieuwe trend meegenomen. Hé, jongen. Fuck, alles goed, jongen. Rustig, man. Yo.
Kom eens hier, kijk eens. Hey. Wat is je naam, broer? Sofian. Mijn naam is Abdul Hakim, a.k.a. Hooligan 070. Achse hooligan. Wee, man. Dit is voor jou, mama. Assalamu alaikum tegen mijn Marokkaanse kijkers. Assalamu alaikum mijn broeders. Alhamdulillah. Hakim met mijn broeders. Ewa. Hakim, Asaïd, jeugdvriend. Ik ken jou zeker 25 jaar. Kijk eens. En we zijn niet veranderd. Nee. We zijn allemaal knapper geworden. Alleen maar knapper geworden. Sowieso. Kijk eens. Ewa. Gullen zijn weg? Gullen weg. Zo wat aan me zeggen. Aksha. En mijn maatje. Dinsdag en donderdag in die kamer. Mijn maatje Noordin. Ik kom een beetje vandaag een beetje supporten. Mijn eerste keer dat ik ben gaan kijken vandaag. Trainen elke dinsdag en donderdag. Om 7 uur. Om 7 uur. Keiharde bokstrainingen. Met Ali Bossen. En volg ook even wat de vlog, je weet toch? Want heel belangrijk. Onze hooligan te volgen. Hooligan 070. Hooligan in de house. Ewa. Oké. Talla. Woes. Ewa. Oh, het is vrijdagochtend, 10:55. Ik moet om 11 uur bij Fight Club zijn. Dat gaat een beetje later worden. Ewa, maar ik heb het wel geleerd van de master. Hè. Je weet wie ik bedoel, Hafid. Vandaag volgen wij Hafid. Hij laat je modelleren als een fotomodel. Hé, hey, heb je omgekeerd de feitclub tussen staan? Of is het namaak? Nee, die ding is er vanaf ge... Hoe heb je die ding vanaf staan? Luister, nou, die ding was gewoon niet goed geplakt. Hè? Was niet goed geplakt, alleen die achterkant is goed geplakt. Hé, hey, dat heb ik nog nooit gezien. Nog nooit. Kijk, we hebben het hier over mensen. Maar het is er vanaf gevallen. Hoe kan dat? Heel hoor. Stanley, heb je even wat te zeggen nog? Ik ben moe, man. Ben je moe? En het is vrijdagochtend, hij is moe en we moeten nog trainen. Ja, nou, dat wordt heel wat. En jij dan? Ben ik klaar voor, man. Heel hoor. Fawaka Mimati. Ja, ik hoor net dat je uit Suriname komt. Dat is mijn enige Surinaamse die ik ken, hè, Fawaka. Hoe loopt hij dan? Abo, dan moet je zeggen Abo. Oh, werkt dat zo? Hey, zei dat jullie met die ei. Die pak staat zo aan. Goeie, ei. Oké, ik moet gaan, want hij wordt strak. Nou, ik hoop dat je genoten hebt van de vlog. Je weet toch, het waren natuurlijk een beetje trainingsbeelden en zo. Dat zie je ook eens hoe dat bij ons weer op de sportschool eraan toe gaat. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Binnenkort
zal ik ook een vlog maken vanuit Marokko, je weet toch. Want dan ga ik natuurlijk even mijn vrouwtje opzoeken en zo. Want ja, alleen is hier ook maar alleen natuurlijk. Dus ik zou zeggen, je weet toch, mensen, duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En nog belangrijker, weet je, vertel je vrienden dat hooligan ook gewoon tegenwoordig op YouTube en op Facebook. Binnenkort ook Instagram, Snapchat. Ja, je weet, dus het komt helemaal goed. Dus, super top, je weet toch, Haagse Trok, GSM tent. Natuurlijk Fight Club 070, Booststore, .nl, je weet sowieso. Dus, je weet jongens, topje dat jullie me steunen. En, ik zie jullie gauw natuurlijk ook bekabeling, installatie, montage ook bedankt, je weet toch, voor de sponsoring. Dus,